elke vrijdag en maandag vanaf 8 uur de Keukenkampioendivisie. Live bij Fox. Eindhoven thuis tegen Volendam, de twee minst scorende ploegen van de Keukenkampioendivisie. Ze maken er ook niet echt een spektakelstuk van in het eerste half uur. Dit is wel fraai. Het hakje van Kabangu en Van den Bomen maakt er 1-0 van. Krijgt de bal wat gelukkig mee en daarna wel gedecideerd. In de tweede helft gaat Volendam dan een beetje aanvallen. Ze moeten ook wel natuurlijk. Ze brengen onder meer Tije Tenden en Boy Deul. En Tenden probeert hier de bal snel naar een ploeggenoot te geven om een vrije trap snel te nemen. Echt snel gaat het niet, maar wel te snel voor Eindhoven. Die staan niet goed op te letten bij die vrije trap. Visser heeft de bal en die ziet daar dan Tenden. Het is niet de allerbeste spits van de Keukenkampioendivisie, maar om zoveel vrijheid te geven, dat kost je wel een tegentreffer. En zo komt Volendam op 1 tegen 1. Tenden dus cruciaal als invaller. Die andere man, Boy Deul, wil ook zijn stempel drukken. Hij is hier met een aardige poging, maar die gaat over. En Deul komt nog één keer in het stuk voor als Volendam in de slotfase op jacht gaat naar de overwinning. Daar is Boy Deul weer, maar die pegelt hem op de billen van Rijmakers. En zo blijft het bij Eindhoven-Volendam 1 tegen 1.